Stoepranden, hoe speel je dat? Dit heb je nodig. 2 stoepen, een straat, een bal en 2 spelers. Je gooit de bal naar de stoeprand aan de overkant van de straat. Stuit of rolt deze terug tot jouw helft, dan krijg je 1 punt. Kaats de bal in 1 keer terug en vang je hem zonder te stuiten, dan krijg je 2 punten. Je mag om de bal te vangen de straat op. Blijf wel op je eigen helft, want alleen een bal die terugkomt tot jouw helft is punten waard. Je mag nog een keer gooien vanaf de plek waar je de bal gevangen hebt. Maar je mag ook terug naar je eigen stoep. Want als je vanaf de straat misgooit, loop je risico om afgegooid te worden. Je verliest dan al je punten. Op je eigen stoep ben je weer veilig. En verder? Als je mist, dan is de ander aan de beurt. Raak je, dan mag je nog een keer. Als je 3 keer achter elkaar raakt, is de ander aan de beurt. Als de ander gooit, mag je de bal pas pakken als deze duidelijk misgooit. En hoe win je? Als je het eerst 15 punten hebt met 2 punten verschil, dan win je. Of de speler die na 8 minuten voor staat. Veel plezier!